Ik zal voorgaan in het ambtsgebed van de gemeente Twenterand. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen. Ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Dank u. Ik open de raadsvergadering, zoals meegedeeld, een wat later tijdstip. Ik heet u allen van harte welkom, raadsleden, college, de mensen op de tribune, van harte welkom. En ook als u meekijkt, meeluistert, van harte welkom. Afgemeld heeft zich mevrouw Jager. En ik vraag op alle raadsleden de presentielijst getekend hebben. Dat is spannend, er zijn altijd weer een paar die denken van oei, dat heb ik dus niet gedaan. Ik ga vervolgens gewoon verder met de vaststelling van de agenda. En ik kijk eerst naar de heer Kerkdijk, want u wilt een motie vreemd aan de orde indienen. En ik vraag u om het dictum voor te lezen, zodat iedereen weet waar het over gaat. Ja, doe maar. En dan vervolgens kan iedereen kijken, vraag ik of u ermee akkoord gaat om deze aan het einde van de agenda op te nemen als bespreekpunt. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Tijdens de laatste raadsdebatten op 31 oktober hebben wij als raad kennis kunnen nemen van de situatie aan de boorden, heet het dan zo mooi, van het kanaal Almeloord-de-Haanrijk. En we hebben ter afsluiting van het debat vastgesteld dat het goed zou zijn in een motie vreemd aan de orde onze ongerustheid uit te spreken en ook, je zou eigenlijk kunnen zeggen, ons medeleven ook te betuigen aan de aanwonenden. Het dictum wat daarvoor in samenspraak met alle fracties is samengesteld is een oproep aan het college om zich in te zetten voor een spoedige vastzetting van de schadeoorzaken. Zolang het bovenstaande niet heeft plaatsgevonden, bij de provincie erop aan te dringen dat geplande werkzaamheden in zaken beschoeiing worden opgeschort. Bij alle betrokkenen erop aan te dringen dat situaties van onveiligheid en onbewoonbaarheid adequaat en direct worden opgelost. De provincie te vragen het onderzoek naar de schades en oorzaken transparant en in samenspraak met betrokken inwoners, vereniging in de stichting Kant nog Val, uit te voeren en tot een snelle en objectieve vaststelling van de schade te komen. De dialoog met de bewoners en de provincie te ondersteunen. De provincie en het waterschap oproepen om samen met de betrokken gemeenten integraal aan de problemen te gaan werken. En ter afsluiting de motie onder de aandacht te brengen van gedeputeerde staten van Overijssel en provinciale staten van Overijssel. De motie is inmiddels getekend door alle fracties, met uitzondering van de fractie van de ChristenUnie. Die wil graag de beantwoording van het college afwachten. En ik neem aan, ik heb het niet individueel gevraagd, maar dat het ook een motie is die mede wordt ingediend namens de overige fracties. Ik zie niemand nee schudden, dus wat dat betreft. Ja, ik denk als ze een handtekening gezet hebben, dan niet meer namens iedereen, behalve de ChristenUnie. Ja, handtekening wil zeggen hij wordt mee ingediend. Ik ga ervan uit dat ook het aantal handtekeningen correct is. Ik vraag iemand of iemand hierover het woord wil voeren. Kan ik dan concluderen dat deze motie vreemd als agendapunt 9a, motiekanaal Almelo-de-Haanrijk, wordt toegevoegd aan de agenda? Ik zie niemand. Ik kan vragen iemand daarover het woord, stemming, et cetera. Maar ik zie iedereen knikken, dus dan ga ik vanuit dat motiekanaal Almelo-de-Haanrijk als 9a. Dan heeft de heer Elzega een motie vreemd. En motie vreemd wil zeggen dat het gaat om een agendapunt wat niet op de agenda staat. Moeilijke zin, maar een onderwerp wat niet op de agenda staat. Meneer Elzega, wilt u ook het dictum voorlezen van uw motie? En het is ook goed om dat op het
spreekgestoelte, vanaf het spreekgestoelte te gaan doen. Heer Elsinga, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. De motie die wij gaan indienen gaat over eeuwigdurend grafrust. En we verzoeken het college zo spoedig mogelijk een voorstel aan de raad voor te leggen met de bedoeling om de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Twenterand 2017 als mede de verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Twenterand 2019 als volgt te wijzigen. 1. De tekst van artikel 9 lid 2 in de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Twenterand 2017 als volgt aan te passen. Graven waarvoor een uitsluitend recht is verleend, worden voor een termijn van 10 jaar, 30 jaar of eeuwigdurend uitgegeven. Met uitzondering van de eeuwigdurende graven, welke niet worden geruimd, kunnen de andere termijnen steeds met een termijn van 5, 10 en 20 jaar worden verlengd op het verzoek van de rechthebbende. Mits een zodanig verzoek voor het verstrijken van een lopende termijn, nog niet eerder dan 2 jaar voor het verstrijken van die termijn wordt ingediend. 2. Artikel 16 in hoofdstuk 8, einde grafrechten, van de verordening zodanig aan te passen dat eeuwigdurende grafrechten nimmer vervallen. En 3. De tekst onbepaalde tijd in de verordening te wijzigen, ook bij de tarieven, in eeuwigdurend. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan wordt deze motie vreemd aan de orde, wordt ingediend. Wil iemand daarover het woord? Dan stel ik voor dat deze motie als motie vreemd als agendapunt 9b wordt toegevoegd aan de agenda. Ik zie ook niemand die daarop in wil gaan. Al dus besloten. Dan vraag ik u of u akkoord kunt gaan met de vaststelling van de agenda met toevoeging van 9a en 9b. Ja, dan wordt de agenda zo verder afgehandeld. Dan ga ik naar het vragenhalf uurtje. Daar heeft niemand zich gemeld voor het vragenhalf uurtje. Daarmee is dit agendapunt afgehandeld. Heel overzichtelijk. Dan ga ik naar de vaststelling verslag raadsdebatten van 30 oktober en 31 oktober. En er is een wijzigingsvoorstel binnengekomen van de fractie van het CDA op het verslag van de raadsdebatten van 30 oktober 2018. Waarbij het CDA vraagt om toe te voegen bij agenda punt 1. Tijdens het raadsdebat heeft wethouder Paters naar aanleiding van een vraag van de CDA-fractie aangegeven dat de uitkomst van de gesprekken met de sportverenigingen mogelijk zou kunnen leiden tot een convenant. Ik kijk de raad rond. Kan deze tekst toegevoegd worden aan het verslag? De heer Elsinga wil hierover het woord. De heer Elsinga, aan u het woord. Ja, voorzitter, het verslag zoals het hier wordt vastgelegd, dat wordt op beeld en geluid vastgelegd op de site van de gemeente Twenterand. En letterlijke teksten, dat is niet gebruikelijk dat wij dat toevoegen in het verslag. Dus ik ben bang als we dit gaan doen, dat we dat straks, dat het heel letterlijk steeds wordt opgenomen in teksten. Maar goed, ik hoor de rest van de mening van de raad ook. Dank u wel. Dan kijkt de overige leden van de raad rond op iemand. De heer Smelt van de ChristenUnie wil ook het woord. Aan u het woord. Ja, voorzitter. De tekst is wel heel erg uitgebreid. En verslaglegging doen we ook op die manier nu niet. En we doen het met beeld. Dus we zouden een presidium over moeten hebben. Hoe we dit soort zaken zouden willen continueren in de toekomst. Maar geen precedentvorming in de hand werken is onze opinie. Oké, kijk verder naar de heer Kelder. Aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik hoor wat de collega zegt. We hebben het net in het presidium ook over gehad. Laat u maar achterwege. Laat u de tekst maar achterwege, laat het maar zo staan. Dank u wel. Dank u wel. Dan wordt u ingetrokken door het CDA. Dan stel ik vast om het verslag van 30 oktober en 31 oktober ongewijzigd vast te stellen. Al dus besloten. Zowel die van 30 als 31 oktober. Dan ga ik naar de vaststelling van de besluitenlijst van 2 oktober 2018. Ook daar zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. En ik stel voor om dit verslag, de besluitenlijst, ongewijzigd vast te stellen. Al dus besloten. En het zal duidelijk zijn dat de besluitenlijst van vorige week er nog niet is. Die komt volgende week keer aan de orde. Dan ga ik naar het agendapunt ingekomen stukken.
Wenst iemand het woord met betrekking tot dit agendapunt? Dan stel ik vast dat we de ingekomen stukken afdoen conform het procedurevoorstel. Akkoord. Dan ga ik naar de akkoordagenda. Een akkoordagenda houdt in, leg maar even uit, dat daar niet het woord over hoeft te worden gevoerd. Dus ik ga naar bestemmingsplan Frieseveen, lintbebouwing en centrumgebied. Partiële herziening Westerweilandweg, L2988. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is het voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik naar het anticiperen op de omgevingswet 1.0. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is dit voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik naar de bespreekagenda. Dat is actualisatie inspraakverordening gemeente Twenteram 2018. En ik geef daarbij het woord aan het CDA, de heer Kelder. Aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, tijdens het debat over deze inspraakverordening hebben we aangegeven dat wij met een voorstel zouden komen voor een amendement. En het doet mij genoegen om te zeggen dat dit raadsbreed ondersteund wordt. En ik wil het maar bij besluiten laten en dat voorlezen. De door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde actualisatie inspraakverordening 2018 als volgt aan te passen. Bij artikel 2, onderwerp van inspraak, de tekst 3a, indien belangstellende organisatie al op een ander moment in een vroeg stadium bij de voorbereiding van de beleidsvoornemen zijn betrokken, en het voldoende aannemelijk is dat daardoor alle relevante belangen bij de besluitvorming zijn betrokken, te laten vervallen. We hebben vorige keer aangegeven dat we juist heel veel waarde hechten aan onze inspraak van de burgers. En dat is de reden dat alle fracties dit amendement ondersteunen. Oké, dank u wel. Dan wordt het amendement ingediend. Maak deel uit van de beraadslagingen. Dan kijk ik nog of er een andere fractie het woord wil. De heer Elsinga, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u. Wij willen namens GVT even aangeven waarom wij dit amendement steunen. U heeft aangegeven in een raadsbrief dat er in de praktijk tegenaan gelopen wordt dat in de voorfase een belangenorganisatie uitdrukkelijk bij de voorbereiding van het gemeentelijk beleid was betrokken, dat de mening van deze organisatie in het beleid wordt verwerkt. Vervolgens moest u op basis van inspraakverordening het beleid dan ter inzage leggen. En daar zitten u en de belangenorganisaties niet op te wachten, zo schrijft u. Maar ja, op basis van wat wordt bepaald welke belangenorganisatie uitdrukkelijk wordt betrokken? En wanneer ben je belanghebbende? We hebben het de vorige keer ook al over gehad. Wie bepaalt dat? En is dat afdoende? Is het afdoende dat bijvoorbeeld ergens, ik noem maar wat, voor het buitengebied of wegen, LTO wordt uitgenodigd, maar bijvoorbeeld niet een groep inwoners? Dat soort afwegingen. En daar zit voor ons ook het probleem. Wij willen dat een door het college niet betrokken belangenorganisatie of belangenhebbende toch de mogelijkheid krijgt via de inspraakverordening te reageren. En bovendien gaat u ervan uit dat de mening van de belangenorganisatie in het beleid wordt verwerkt. Maar wat als dat vanwege verschil van mening of standpunt niet gebeurt? Heb je dan als belangenorganisatie of belangenhebbende geen recht van spreken meer? En dat willen we niet, vandaar dat we dit amendement hebben ondersteund, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk er even rond op de andere. Niet, dan wil ik u verzoeken en dan vraag ik toch schorsing aan, want het is mijn portefeuille en ik heb het amendement nog niet tot me kunnen nemen, dus ik wil er even naar kijken. Dus ik wil u vragen om een minuut of 6 tot 9:10, het is nu, om even te schorsen. En dan heb ik het amendement nog niet, dus er wordt nu gekopieerd, dus dan wil ik even vragen voor schorsing en dan geef ik het de voorzittershamer over aan de Nestor van de Raad, de heer Smelt. Raadsleden, wilt u uw plaats weer innemen? Dan gaan we beginnen met de beantwoording op het ingediende amendement door de portefeuillehouder, mevrouw Van der Kolk. Wethouder Paters. De Veldmeijer is ook terug.
Mevrouw van der Kolk, aan u. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik merk dat u gewend bent om uw kaartje mee te nemen. Ik moet het nog leren, dus het komt helemaal goed. Dank u wel voor uw inbreng namens ook alle fracties, behalve de ChristenUnie, maar ook de heer Elzinga geeft aan van ja, waar het spanningsveld voor u zit. Dat u zegt van ja, we willen toch die 4 weken in, als inspraakmogelijkheid, boven uiteraad ook de inspreken tijdens een raadsdebat, maar u wilt dat gewoon handhaven. En wat mij betreft is het gewoon uw keuze. En het college heeft gemeend om te zeggen van nou, hè, kunnen wij zelf niet steeds die afweging maken, geen automatisme, maar wat het college betreft is het gewoon goed om dit te laten vervallen. Dus dat is heel, heel kort, maar dat blijft er gewoon in. En ik denk ook dat het goed is dan om even heel goed te kijken naar de nummering, et cetera, et cetera. Maar dat vertrouwt u het college, oftewel de portefeuillehouder toe, om ook even te kijken hoe doen we dan alle nummeringen. En moet er ook wat geschrapt worden in de toelichting. Maar dat heb ik niet zo vlug allemaal paraat, omdat ik nu pas het amendement zie. Maar als u die ruimte aan de portefeuillehouder geeft, is het besluit, is helder. En moeten we ook even kijken naar de toelichting wat daar dan ingeschat moet worden. Want anders krijg je natuurlijk iets heel vreemds. Dus als u die ruimte aan mij geeft, dan kan het amendement in stemming worden gebracht, denk ik. Dank u wel, mevrouw Van der Kolk, voor uw beantwoording. Is er nog behoefte aan een reactie op deze termijn? GBT-fractie, andere fracties? Dat is niet het geval. Dan ben ik in de gelegenheid om dit voorstel in stemming te geven. En ik wil u vragen, wilt u daarover hoofdelijke stemming of niet? Dat is niet het geval. Dan willen we het amendement in stemming brengen. En wie is daar voor het amendement? GBT-fractie, ChristenUnie-fractie, CDA-fractie, SGP, PVV, VVD en PvdA GroenLinks. Het voorstel is aangenomen. Het amendement is aangenomen en het voorstel willen we ook overstemmen. Wie is er voor het voorstel? Het amendement is voor, ja. Voorstel. GBT, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, PVV en PvdA GroenLinks. Het voorstel is aangenomen. Dank u wel voor het waarnemen. Dus het voorstel is aangenomen, inclusief het aangenomen amendement. Heel mooi, dank u. Dan ga ik nu over tot de motie vreemd. En ik geef als eerste het woord aan de heer Kerkdijk. Of u nog een aanvulling wilt, of u nog een toelichting wilt. Nee, dan kijk ik naar de andere raadsfracties of er iemand is die nog iets wil toevoegen. Motie vreemd. Kanaal Almelo de Haandrik. Niet, ja, de heer Smelt, aan u het woord. Oh ja, hier ook, ja, sorry. Eerst de heer Smelt en dan kijk naar de andere kant. Ja hoor. De heer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Terecht dat de heer Kerdijk bij zijn introductie zei dat wij nog niet hadden getekend en meer in hadden gediend. Een deel van het debat, ik was wat later in de debatronde en ik heb een deel van de beantwoording van de portefeuille gehoord en nog even nagekeken en ik wil van hem expliciet weten in hoeverre hij in staat is om deze motie en de punten die daar staan ook zoals ook de indiener bedoelt om die te kunnen uitvoeren van die rol als portefeuillehouder. En daar waar dat niet kan of daar waar u zegt dat is een rol die we niet hebben, zouden wij graag willen weten. Er zijn een tweetal punten in waar wij op zijn minst de vraag willen hebben of dat uw taak in de rol is of de motie op uw advies dan ook moet worden aangepast. Daar zou ik graag in uw termijn graag antwoord op willen hebben. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik de heer Luijman het woord. Hier aan het GBT. Ja, dank u voorzitter. Ja, eigenlijk is de vorige keer is gezegd van ja, we moeten samen een motie maken om de wethouder te ondersteunen. Dat hebben we gedaan en wilden er eigenlijk ook geen politiek van maken, maar onze fractie is vrij groot. En is net onder aandacht gebracht van ja, we moeten eigenlijk naast het bloedje aandacht brengen aan de gedeputeerde staten en de provinciale staten in Overijssel. Misschien is het ook verstandig om de gemeentes Hardenberg, Ommen en Elmdoorn hier ook mede ook onder aandacht te brengen. Omdat daar natuurlijk ook mensen wonen die wellicht ook wel schade kunnen ondervinden. Dus ik wil geen vliegen afvangen, maar
om dat eventueel nog toe te voegen, zou dat kunnen. Ja? Dank u wel. Dan de heer Reusgen namens Partij van de Arbeid GroenLinks. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat deze motie echt van belang is. Is het ook al gebleken uit het debat wat wij hebben aangevraagd als Partij van de Arbeid GroenLinks en wat ook gevoerd is de vorige keer. Ik wil het belang van deze motie nog eens even onderstrepen. Ik heb begrepen dat er vorige week ook een tweetal bewonersbijeenkomst zijn geweest waarbij ook de provincie aanwezig is geweest. En wat behoorlijk wel weer emoties heeft opgeroepen, ook bij bewoners. En dat daar toch wel heel duidelijk is geworden dat er onderzoek gedaan moet worden en dat duidelijk moet worden hoe die schade veroorzaakt is. En in die zin is het goed dat deze motie hier voor ligt. Ik denk ook dat het van belang is, en dat sluit ik aan bij de GBT-fractie, dat gekeken gaat worden in hoeverre dit ook verbreed kan worden naar de buurtgemeente. Want als we ook de buurtgemeente erbij kunnen betrekken en die kunnen dit ook ondersteunen, maken we denk ik ook een breder en sterker geluid richting de provincie. En ik denk echt dat de bewoners de gemeentes nodig hebben in hun vragen en behoefte aan ondersteuning. En ik ben ook benieuwd naar de reactie van het college hierop. Tot zover. Dank u wel, Wethouder. Dank u wel. Dan kijk ik nog even naar de andere. De heer Jonker, aan u het woord namens de SGP. Ja, voorzitter, dank u wel. Op de vraag van de heer Laarman zojuist gesteld, daar kunnen we helemaal bij aansluiten, ook om de aanpalende gemeenten te doen. En onze zorg zit er ook nogal in dat alle aanwonenden aan het kanaal binnen onze gemeentegrenzen ook gewoon op de hoogte zijn van de problematiek. Ik weet niet of dat ook het geval is, maar dat daar ook aandacht voor is. Dank u wel. Dank u wel. Dan is iedereen die het woord wilde voeren is aan het woord geweest. Dan geef ik het woord aan wethouder Koster die namens het college zal reageren. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Even voor de duidelijkheid, de vorige keer heeft mijn collega Harmsen het woord gevoerd in zaken dit dossier. Dat had alles te maken met het feit dat het de 31 oktober verhinderd was. Maar het valt binnen mijn portefeuille. Laat ik vooropstellen dat ik blij ben met de motie zoals die nu voor ligt. En waarom ben ik daar blij mee? Omdat op 31 oktober collega Harmsen ook duidelijk heeft aangegeven dat we in dit dossier samen zouden moeten optrekken. En ik zie deze motie dan ook als een ondersteuning richting college om hierin ook gezamenlijk op te trekken. Wat wel duidelijk moet zijn, dat in dit dossier de regie uiteindelijk bij de provincie ligt. En dan ook alleen bij de provincie. Dat betekent dat datgene waar u het college toe oproept, en dan kom ik eigenlijk al vrij vlot op de vraag bij de heer Smelt, is die uitvoerbaar? Ik denk dat die wel uitvoerbaar is, ja. De punten zoals ze zo geformuleerd zijn, daar kunnen wij ons wel in vinden als college. En daar zullen wij, voor zover we daar al geen stappen in hebben ondernomen, zeker ons best voor gaan doen. De vraag met betrekking tot betrekt de buurgemeente er ook in. Ja, in de ene laatste bullet zie ik eigenlijk de oproep ook de provincie en het waterschap op te roepen om samen met de betrokken gemeente integraal aan de problemen te gaan werken. Dus in die zin denk ik dat de motie dat al in zich heeft. Dus kort samengevat, dit college wil deze motie uitvoeren en ziet het als een ondersteuning van reeds ingezet beleid. Dank u wel. Dank u wel. Wethouder Koster namens het college. Ik kijk de raad rond. De heer Kerkdijk, als indiener van de motie aan u het woord. Dank u voorzitter en dank aan de wethouder voor de beantwoording. Ik denk dat we wat dat betreft op één lijn zitten. Het enige punt wat nog overblijft is een uitnodiging aan de ChristenUnie. Of zij nu ook mee willen trekken en mee willen indienen. Nou ja, dan geef ik als tweede het woord aan de heer Smelt. Zo werkt dat natuurlijk, hè. We gaan één voor één krijgen we het woord. De heer Smelt, aan u het woord. Ja, dank aan de heer Kerk voor deze vraag. Ja, graag is het antwoord. Dan lijkt het me goed dat u nog tekent. En ik zit ook naar de G4 te kijken of u mag het officiële voor ons aller ogen, kunt u dat tekenen. Daar zijn we allemaal getuigen van. U krijgt niet weer een nieuwe kopie. Dat begrijpt u wel. Maar de heer Smel doet het voor het oog van de raad. En ja, dank u wel.
Dan, zoals u weet, wordt er wel altijd over elke motie gestemd. Wil iemand in tweede termijn nog het woord? De heer Elsinga, aan u het woord. Ja, voorzitter, we hebben, ik heb dit getekend namens de fractie, maar ik stem zelf niet mee, omdat ik ook een van de aanwonenden ben. Dan is het misschien goed dat u even terugtrekt. Ja, ja, want daar maakt u geen deel uit van. Ja. Bedankt dat u dat... Ah, ja. Dat is officieel, want je moet altijd stemmen als je in de raad zit. Dan vraag ik nog of iemand een stemverklaring wil. Dan, wie is voor deze motie? Unaniem wordt deze motie aangenomen. En de heer Elsinga heeft zich onthouden. Die heeft de zaal even verlaten. Dan is deze motie aangenomen en zal het college deze ook conform wat de wethouder aangaf ook... De oproep aan het college zal die uitvoeren. Dan ga ik verder met de tweede motie vreemd. De heer Elsinga is weer van harte welkom. Want anders zou het wel heel vervelend zijn dat u uw eigen motie dat u dan er niet bent. De heer Elsinga, de motie vreemd aan de orde door u ingediend eeuwigdurend grafrust. Aan u het woord, indien u dat nog wenst. Precies later was ik de teletext aan kijken of het nog ging regenen vanavond. Maar, even een motie vreemd aan de orde, voorzitter. Die heet eeuwigdurend grafrust. Op 20 februari, jongsleden, open ik namens gemeente Belangen Twenterand het debat over de beheervordering en de grafrechttarieven als volgt. GBT is voor eeuwigdurend grafrecht. Dit betekent dat deze graven niet worden geruimd. En eeuwigdurend is voor GBT eeuwigdurend en niet 60 jaar. Want dat is 60 jaar, zoals bij onbepaalde tijd nu min of meer wordt aangegeven. Er zou echter geen verschil zijn, volgens toenmalig wethouder, en je zou daarom kunnen zeggen, what's in a name. Toch blijkt de term onbepaalde tijd bij inwoners andere associaties op te roepen. Denk aan een contract voor onbepaalde tijd met een leverancier, je kunt er volgende maand gewoon vanaf. Bovendien wordt het dusdanig gecommuniceerd met inwoners, dat het er niet duidelijker op maakt en tot vragen leidt bij ons al een aantal malen. De kneep zit hem in de voorwaarden, waaronder een grafrecht beëindigt dan wel vervalt. De branchevereniging uitvaart.nl zegt hierover het volgende. Onbepaalde tijd heeft vaak als maximum 60 jaar. Eeuwigdurende graven zijn in principe voor eeuwig en altijd. Terwijl bij graven voor onbepaalde tijd er meestal omstandigheden kunnen zijn waardoor de grafrechten eindigen. Mits dat ten tijde van de uitgifte van de graven al vast is gelegd. Als graven voor onbepaalde tijd geen voorwaarden kennen, waaronder de rechten eindigen, zijn ze feitelijk eeuwigdurend. En dat is niet het geval in onze huidige verordening, voorzitter. Lees artikel 16 en vandaar dat wij deze motie hebben ingediend. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter, toen ik net die motie zag, was ik een beetje verbaasd, want... Ik dacht dat ik het niet gekregen had. Ik heb net even contact gehad met de heer Elsinga. Maar hij is gisteravond tegen 8:15 verstuurd. Dus vandaar. Toen zat ik naar Oranje te kijken. Dus ging het even mis. Maar het zal niemand verbazen dat wij dit een onderwerp is waar ons na aan de hart ligt. We hebben in de vorige coalitieperiode samen met de collega's van SGP en de toenmalige wethouder heel veel tijd en energie gestoken in de verandering van de verordening. En als ik heb het nu net gelezen. En dit geeft een nog betere... invulling van hetgene wat we met z'n allemaal graag willen. En wij willen dan graag deze mede indienen, want laat het helder zijn, dit zijn onderwerpen waar je geen punt van discussie mag zijn. En als blijkt dat inderdaad daar verwarring over is, dan moet je daar gewoon gelijk wat mee doen. Dank u wel voor de heer Veldmeij het woord geef. De motie vreemde orde is ingediend namens ook de ChristenUnie, SGP en VVD. En de heer Kelder geeft aan, dus ook namens CDA. Dus dan gaan we straks dezelfde procedure volgen als bij het vorige. Dat lijkt me handig. Maar de heer Veldmeijer heeft een vraag aan u. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, als raadslid in een gemeente moet je overal verstand van hebben. En dat heb ik niet. Dus vandaar dat ik een verduidelijkende vraag wil stellen. Als ik dit zo lees... dan kun je een termijn afspreken van 30 jaar en dat kan door de familie steeds verlengd worden. En ik neem aan dat dit ook een kostentechnische afweging is om de term eeuwigdurend te introduceren. Maar dat is de enige onderliggende onderbouwing van deze motie?
Heer Kelder, aan u het woord. Nou, dat speelt iets meer. Jammer dat u dan inderdaad de discussie vorig jaar niet meegemaakt hebt, want dat speelt al heel lang. Kijk, de termijnen van 10, 20, 30, dat heeft heel vaak te maken met financiën. Maar met name het eeuwig gerust is met name van familieleden. Dan maak je dus nu een besluit waar gewoon voor eeuwigheid dat je van die graven afleeft. En als ik even naar mijn eigen kijk, heb ik een familie, schoonzussen die nog alleen zijn, die willen gewoon voor hunzelf de rust hebben dat ze weten dat hun man gewoon voor eeuwig rust heeft. En we hebben geprobeerd in de vorige periode inderdaad dat op de goede manier weg te zetten. Maar als nu blijkt dat daar toch verwarring over staat, of in ieder geval onduidelijkheid, dan moeten we dat met z'n allen gewoon weghalen. Dus het gaat erom dat mensen gewoon voor zichzelf nu ze er zelf nog zijn, gewoon zeker weten dat van het graf van hun familie of wat wie dan ook afgebleven wordt. En daar is de achterliggende gedachte van dit verhaal. Er zijn ook families die zeggen, nou, ik vind 30 jaar prima, nou, dat is een keus. Maar in ieder geval, als je nu naar de verordening kijkt, dan hebben we eigenlijk, nou, alle smaken is een beetje verkeerd woord, maar in ieder geval in alle opties voorzien. En dit is een goede toevoeging op de verordening die we vorig jaar hebben afgesloten. Dank u wel. Nog een aanvullende vraag? Meneer Veldman, u het woord. Ja, misschien een hele domme vraag, hoewel ik heb geleerd in het onderwijs, domme vragen bestaan niet, maar... krijg je dan op een gegeven moment, eeuwigdurend, dat is ook ver over onze tijd, dat je dan geen ruimteprobleem krijgt? Heer Kelder. Mocht dat zo zijn, dan ga je daar op een andere manier oplossen. Dan ga je gewoon zorgen dat je meerdere ruimte creëert. Ja, dus eeuwig rust is ook gewoon, blijft er gewoon inderdaad vanaf. Ja. Dank u wel. Dan kijk ik naar de ChristenUnie, wil u het woord. De SGP, wil u het woord, de heer Jonker. Heer Veldmeijer, wil u het woord. Nee, de heer Koopers ook niet, de heer Reusk ook niet. Dan heeft iedereen, ja, dan wordt ook het origineel door de heer Kelder getekend namens het CDA. En dan geef ik wethouder Koster namens het college, zal hij reageren op deze motie. Wethouder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb de motie bestudeerd en ik heb ook de toelichtingen gehoord. Ja, uw raad is er vrij duidelijk in. En dat bleek vorig jaar al. Eeuwige grafrust, helder. Kennelijk is er nu die onduidelijkheid, vandaar deze motie. De motie is vrij expliciet, moet ik zeggen. Als ik onder 1 kijk, daar staat letterlijk de tekst al voorgeschreven en het verzoek is aan het college om het voorstel met die tekst naar uw raad te brengen. U zult begrijpen dat ik op dit moment niet alles paraat heb, maar er zitten natuurlijk ook wat juridische aspecten aan die ik eerst graag wil bestuderen, in hoeverre dat ik de mogelijkheid ook heb om inderdaad met een dergelijk voorstel bij uw raad te komen. Maar de intentie en de achterliggende gedachte van de motie is mij helder en die wil ik ook met heel veel plezier gaan uitvoeren. Dan is even de vraag zo spoedig mogelijk. Uw raad heeft ook een motie aangenomen met betrekking tot natuurbegraafplaatsen. En ik kan u mededelen dat de afgelopen periode daar stappen in zijn, in zijn gezet. En dat ik voornemens ben om het eerste kwartaal, laat ik het mezelf even wat ruimte schenken, voor de zomer 2019 bij uw raad kom met een voorstel met betrekking tot natuurbegraafplaatsen. En ik zou u willen vragen of ik dan deze motie tegelijkertijd daarin kan meenemen, want dan moet de verordening alsnog aangepast worden en kunnen we dat in 1 keer doen en hoef ik niet 2 keer bij u raad te komen. Oké, dank u wel. Dan kijk ik naar het indienen van de motie. Ja, maar u kunt ook eerst schorsen, dat u zegt, ik wil even overleggen met de mede-indieners. Oh, wacht even, de heer Kelder heeft nog een vraag aan de wethouder. Ja, dat mag uiteraard, hè. Ik was te vlug, heer Kelder. Heeft de vraag aan de wethouder, aan u het woord, heer Kelder. Dank u wel. Ja, ik ben niet zo snel, dus vandaar dat de wethouder al heel de staat. Een klein stukje. Nou, u doet een verzoek aan ons om te zeggen van, kan ik daarin meenemen? Ik denk dat het heel positief is, maar kunt u daar een termijn aan koppelen? Kunt u zeggen, u zegt begin 2019, maar is dat eerste kwartaal, tweede kwartaal? Want met name als je het hebt over... Als er onrust is, dan moeten we wel zorgen dat we de mensen dan, als er een tussentijdse oplossing zijn, dat in ieder geval de mensen die het betreft nu gewoon weten van het eeuwigdurend is. Wethouder, aan u het woord. Ja, ik heb gezegd, het streven is het eerste kwartaal, maar geef mij de ruimte. In ieder geval voor de zomer heb ik dat voorstel bij uw raad liggen, maar ik streef ernaar om het in het eerste kwartaal te doen.
Dan ga ik nu kijken naar de indiener, of die een schorsing wil om overleg te voeren met de mede-indieners, of niet. Alles kan hier. Heer Elsega, ja daar. U interrupeert niet, toch? Meneer Elsega, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik heb de beantwoording gehoord. Ik had gedacht van eerste kwartaal 2009, daar zit u bijna aan zou kunnen, maar gewoon niet zomer, dat vind ik toch wel heel erg ver weg. En waar we eigenlijk een beetje mee zitten is van, en wat gebeurt er dan in tussentijd? Wij willen het gewoon meteen goed geregeld hebben. En ik heb eigenlijk in mijn bijdrage al aangegeven van of het eeuwigdurend is of onbepaalde tijden. Dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat erom dat die graven niet geruimd worden. Want ik denk dat het gewoon misschien een juridische term is. Ja, dat zal een beetje worstelen. Het gaat om het effect. En volgens mij, wat hier staat, kun je de rest van de verordening kun je gewoon in stand laten. Dat lijkt mij niet zo moeilijk. En die tarieven, je ruilt gewoon die tarief onbepaalde tijd in voor eeuwigdurend. Dat blijft verder ook hetzelfde. Ja, en straks komen die tarieven komen nog in de raad. Dus ja, het lijkt mij niet zo ingewikkeld om dit aan te passen. Maar goed, dat kan aan mij liggen. Maar wij willen eigenlijk graag spoed. En zo heb ik het ook met de fracties besproken. Maar ik vind kwartaal en nu al zomer. Ja, dat is toch alweer 7-8 maanden verder. De wethouder gaf aan dat hij graag het integrale verhaal ook met de natuurbegraafplaats naar u toe wil laten gaan. En dat was even de insteek van de wethouder. Want dat is ook, nou ja, dat kost iets meer tijd als een... op ingaan. Uw signaal is helder. Ik kijk nog even naar de wethouder of iemand anders nog is het woord ervoor. Voorzitter, ik begrijp dat alleen waar het mij om gaat is, ik denk, we hebben dit ingediend ook vanwege de snelheid. He, want we willen niet dat mensen nu, want er komen al mensen bij ons die onduidelijkheid hebben, en straks komt er weer eentje, dan moet dat gewoon geregeld zijn. Of er moet in ieder geval afgesproken worden, vooruitlopend op, regelen we dat. Als de wethouder dat kan toezeggen, dat kunnen we dan wel even wachten, maar dan moet het wel geregeld zijn. Ik kijk nog eventjes naar de heer Kouder, heeft een vraag. Het loopt nu een beetje anders dan de bedoeling was, maar ik wil het graag aanvullen. Want de mensen krijgen dus nu al brieven thuis waarin die keuzes moeten worden gemaakt. En dan wil ik graag aansluiten bij de heer Elsega, en dan zal ik in de vraagvorm doen. Maar als wij die brieven in ieder geval aan zouden veranderen, dat de mensen voor de inwoners in ieder geval duidelijk is dat we het over eeuwigdurend hebben in plaats van op een bepaalde tijd, dan zouden we in ieder geval, dan hebben we dat in ieder geval afgedekt. Ja. En dan kunnen we wat was er op de uitwerking verder. Ik ga kijken. En als de wethouder nog even wil schorsen, dan kan dat ook. Even te kijken, want dit moet wel zorgvuldig gaan. Hè? Dus vandaar eventjes. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter. U geeft het eigenlijk al juist aan. Het moet zorgvuldig gebeuren. Dus om nu een brief aan te gaan passen, terwijl daar geen juridisch kader onder ligt, is gewoon lastig. Dus ik moet eerst de juridische aspecten helder hebben voordat ik bij u terug kan komen. En als u zegt, ik wil niet wachten op het totaalpakket met betrekking tot natuurbegraafplaats, prima, dat is goed. Dan kom ik in twee stappen bij u naar de raad. Maar ik wil het wel eerst gedegen onderzocht hebben wat de implicaties zijn van de motie. Dus dan is het voorstel vanuit het college, laat ik dan even zo zeggen, dat in twee stappen naar u teruggegaan wordt. Deze stap komt vlugger, maar wel goed gecheckt en goed zorgvuldig. Want de verordening stelt u vast, hè? Dat is helder. En vervolgens natuurbegraafplaatsen, dat wordt dan in een later stadium gedaan. De heer Kelder heeft nog een vraag. Nou, dat was uw vraag ook. Ik probeer het even heel helder aan te geven, zodat we echt weten welke toezegging het college het dus doet. Dan kijk ik nog naar de raad rond of iemand nog het woord wil. Dan ga ik het in een stemming geven. Wil iemand een stemverklaring geven? Ja, de heer Veldmeijer. Ja, ik heb het debat niet meegemaakt natuurlijk, wat al eerder in de raad is gevoerd. Ik vind het best wel een lastig punt. Maar goed... Dan zeg ik ja, uit respect voor de rest van de raad. Ik zie dat er een meerderheid is. Zullen wij voorstemmen. Maar ik vind het wel heel moeilijk zonder een debat meegemaakt te hebben. Dat is helder, maar het is natuurlijk ook zo dat de verordening nog een keer weer in uw raad komt. Dat is duidelijk. Goed, dan ga ik nu over tot stemming. Wie is voor deze motie vreemd? Dus het GBT, dat is het ChristenUnie, CDA, SGP, PVV, VVD. Wie is tegen deze motie?
de Partij van de Arbeid GroenLinks. De motie is aangenomen. En we zijn aan het einde gekomen van deze raadsvergadering. Ik sluit de raadsvergadering bij deze.